Eindelijk nog eens een Vlaams-Brabander hier aan de start, Kenneth Van Rooij. Kenneth, wat wordt er verwacht van jou? Oh ja, dat we vooral meekoersen en dan in de finale toch een mannetje of 2-3 nog kunnen een mooi resultaat rijden. Dus ja, daar ben ik bij. Samen met Thomas Sprengers. Cedric is ook supergoed aan het rijden, dus ja, we zien het zitten. Het parcours is, kent geen geheimen voor jou, denk ik, hè? Nee, inderdaad. Het is wel iets veranderd. Maar het parcours is, is zeker wel een trainingsroute en daar gaan we zeker en vast genot en plezier van hebben. Waar denk je dat de beslissende fase gaat intreden? Dat hangt er een beetje vanaf waar dat de grote mannen gaan beginnen. Ik denk dat de koers vrijwel lang gesloten gaat blijven. En dan met mijn klein peloton de finale gaan vatten in de laatste ronde. Misschien ja, echt een locatie weet ik niet, maar het zal sowieso op een van de beklimmingen zijn. De weersverwachtingen? Voorlopig droog. Als het gaat regenen, het is nogal een bochtig parcours, dus dat ga ook wel meespelen. En voornamelijk van voorkoersen op dat punt. Wat wordt er nog dit jaar gereden bij Belwaas? Volgende week, nu aanstaande zaterdag Brussel Cycling Classic. En dan gaan we naar de Benelux Tour. Oké, veel succes. Ja, dankjewel.